Berichten over buitenaardse waarnemingen hebben mensen over de hele wereld lang geïntrigeerd en gemystificeerd. Deze verhalen prikkelen de verbeelding en wekken nieuwsgierigheid op. Of het nu gaat om ooggetuigenverslagen, mysterieuze objecten in de lucht of vreemde ontmoetingen, dergelijke waarnemingen dagen ons begrip van het universum en onze plaats daarin uit. Doe met ons mee terwijl we enkele huiveringwekkende buitenaardse ontmoetingen verkennen en laten we je dorpelingen in Peru zien die werden lastiggevallen door buitenaardse wezens. Wat er daarna gebeurde, schokte de hele wereld. 7. Gloeiende ogen, vastgelegd op tape in een Russische nachtclub. In een merkwaardig incident dat zich afspeelde in een hoogprofiel nachtclub in Rusland, heeft een gebeurtenis die de wereld schokte internationale aandacht getrokken. Het evenement dat plaatsvond in een chique nachtclub in Moskou, die vaak door de elite van het land wordt bezocht, nam een bizarre wending toen een verlichtingstoring leidde tot een huiveringwekkende ontdekking. Bezoekers van het evenement leken onder het schijnsel van de defecte verlichting gloeiende ogen te hebben. Het incident vond plaats tijdens een extravagant evenement dat bekend staat om zijn luxe en exclusiviteit. Terwijl de lichten in de locatie flikkerden en dimden, registreerde de cameraopname een opvallende afwijking. De ogen van verschillende aanwezigen begonnen een zwakke, griezelige gloed uit te stralen. Dit onverwachte fenomeen werd snel het middelpunt van de aandacht, wat leidde tot vele theorieën over wat deze verontrustende verschijning zou kunnen veroorzaken. De eerste reacties varieerden van ongeloof tot fascinatie. De gloeiende ogen waren zichtbaar op de beelden, terwijl de camera moeite had zich aan te passen aan de fluctuerende lichtomstandigheden. Dit ongebruikelijke visuele effect werd waargenomen terwijl de aanwezigen zich mengden, lachten en dansten, waarbij hun ogen af en toe in het schemerlicht gloeiend oplichten. Het spektakel was genoeg om op sociale media ophef te veroorzaken en een breed debat onder experts en liefhebbers aan te wakkeren. De theorieën over de oorsprong van de gloeiende ogen liepen sterk uiteen. Sommigen suggereerden dat het fenomeen mogelijk verband hield met geavanceerde wetenschappelijke experimenten. In de afgelopen jaren zijn stamcelonderzoek en genetische modificatie aanzienlijk gevorderd. En het is denkbaar dat dergelijke technologieën betrokken zouden kunnen zijn. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het aanpassen van het menselijk genoom om bioluminescente organismen te creëren. Hoewel de praktische toepassing van dergelijke technologieën nog grotendeels theoretisch is, was het idee dat het in een exclusieve nachtclubsetting zou kunnen worden gebruikt genoeg om de publieke nieuwsgierigheid te prikkelen. 6. Stijgende schotel. In een opmerkelijke gebeurtenis die zowel opwinding als intrige heeft gewekt, is een video vastgelegd van een vliegende schotel die opstijgt vanuit een grasveld in Polen. De beelden, opgenomen door een voorbijganger op een rustige middag, hebben snel aandacht gekregen en talloze vragen opgeroepen over de aard van het vaartuig en zijn oorsprong. Het tafereel speelt zich af in een sereen landelijk gebied van Polen. Het veld, normaal gesproken een onopvallende grasvlakte, werd het centrum van een buitengewoon tafereel toen de videocamera een gloeiend schotelvormig object vastlegde dat van de grond opsteeg. Het vaartuig werd beschreven als een glad metalen oppervlak dat glinsterde in het zonlicht en het bewoog met een ongebruikelijke, bijna moeiteloze gratie. De video begint met de camera gericht op het rustige veld. In de verte is een rond zilverkleurig object zichtbaar, gedeeltelijk verborgen door de omringende begroeiing. Terwijl de camera inzoomt, begint de schotel langzaam te stijgen. De opkomst gaat gepaard met een zacht gezoem dat de wetten van de conventionele luchtvaart lijkt te trotseren. In tegenstelling tot typische vliegtuigen die aanzienlijk lawaai en turbulentie veroorzaken, werd het vertrek van deze buitenaardse schotel gekenmerkt door een zachte, bijna stille lift. 5. Alien op een begraafplaats. De analyse van oude beelden van een begraafplaats zou een routineklus moeten zijn, maar wat er daarna gebeurde schokte iedereen. Dit bracht een verrassende onthulling aan het licht. Een buitenaards wezen lijkt achter een grafsteen vandaan te gluren. Deze beelden, oorspronkelijk opgenomen 2 decennia geleden, zijn onlangs opnieuw opgedoken en hebben een nieuwe golf van nieuwsgierigheid en speculatie opgewekt. De beelden werden oorspronkelijk vastgelegd door een lokale bewoner die een videotour van de begraafplaats aan het filmen was. De video toont de rijen verweerde grafstenen op de begraafplaats. Op het eerste gezicht lijkt de video niets meer vast te leggen dan een vredig begraafplaatstafereel. Bij nadere inspectie merkten ze echter een ongebruikelijke figuur op bij een van de graven. Deze figuur verschijnt als een schaduwrijk, langwerpige vorm met kenmerken die niet overeenkomen met bekende menselijke of dierlijke vormen. Het hoofd van het wezen is onevenredig groot in vergelijking met zijn lichaam en zijn ogen stralen een vreemde buitenaardse gloed uit. Het meest intrigerende aspect van de beeld is het gedrag van het wezen. Het lijkt vanaf de grafsteen vandaan te komen om de rand heen te gluren en de camera te observeren. De figuur van de alien blijft gedeeltelijk verborgen achter de grafsteen. 4. Een schokkende ontmoeting. Nu is het tijd voor onze keuze van een abonnee. Dorpelingen in Peru werden lastiggevallen door buitenaardse wezens en wat er daarna gebeurde schokte de hele wereld. Een mysterieus wezen, griezelig vergelijkbaar met de 3-vingerige wezens die in Peru werden gezien, kwam plotseling uit het water tevoorschijn en veroorzaakte angst onder de lokale bevolking.
Beelden van de vreemde figuur verspreidden zich snel en velen begonnen zich af te vragen of deze waarnemingen op de een of andere manier met elkaar verbonden waren. Toen, net zo snel als het verscheen, verdween het wezen, waardoor iedereen verbijsterd achterbleef. Wat zou dit kunnen betekenen? 3. Alien in het bos. De nachtelijke zoektocht van een man naar een alien in een bos heeft geresulteerd in verontrustende beelden met een grijze alien. Deze buitengewone beelden, opgenomen tijdens een nachtelijke zoektocht in een afgelegen bos, hebben kijkers zowel geïntrigeerd als verontrust achtergelaten. De video begint met de camera die zich richt op het dichte bos in de dekking van de duisternis. Het bos, meestal sereen en stil, wordt in een nieuw licht weergegeven, terwijl de nachtzichtmodus van de camera een griezelig, buitenaards landschap onthult. De beelden nemen een dramatische wending wanneer de camera een schaduwachtige figuur vastlegt die tussen de bomen vandaan komt. De figuur is onmiskenbaar een grijze alien, bekend uit verschillende rapporten en waarnemingen. De grijze alien wordt gekenmerkt door zijn kleine, slanke frame, grote hoofd en oversized zwarte ogen die in het donker gloeien. Het uiterlijk van de alien komt overeen met beschrijvingen die zijn gegeven in talrijke andere ontmoetingen en ontvoeringsrapporten. De alien blijft onbewegelijk, schijnbaar de indringer observerend met een schokkende kalmte. De grote ogen van het wezen reflecteren het zwakke licht, waardoor een intense, intimiderende blik ontstaat die bijdraagt aan de verontrustende sfeer. 2. Alien in de woestijn. Een mysterieus wezen werd gefilmd terwijl het door een woestijn trok. De beelden, opgenomen in een afgelegen woestijngebied, onthullen een raadselachtig wezen met een gebogen rug en lange slanke ledematen die in een langzaam en bedachtzaam tempo beweegt. De video toont een wijd uitzicht op het woestijnlandschap, gekenmerkt door uitgestrekte zandvlakten en rotsachtig terrein. De omgeving is typerend voor woestijngebieden met weinig vegetatie en de zon die lange schaduwen over de grond werpt. Terwijl de camera inzoomt, wordt een eigenaardige figuur zichtbaar die over de verlaten vlakte beweegt. Het wezen in de beelden heeft een uitgesproken gebogen rug die naar voren buigt, wat een ongebruikelijk silhouet creëert tegen de dorre woestijnachtergrond. Zijn ledematen zijn lang en slank, ogenschijnlijk bijna delicaat in vergelijking met de rest van zijn lichaam. De beweging van het wezen is bedachtzaam en langzaam. De video toont het wezen in verschillende stadia van zijn reis. Ondanks de harde woestijnomgeving lijkt het wezen zich met een zekere vloeibaarheid te bewegen, waarbij zijn ledematen zich uitstrekken en terugtrekken in een soepele, ritmische beweging. Nomadische stammen hebben gesproken over een dergelijk wezen dat de dorpsbewoners rondom de woestijn lastigvalt, maar het heeft nog geen naam. 1. Kruipend wezen. Een mysterieuze ontmoeting werd vastgelegd op CCTV, waarbij een vreemd humanoïde wezen te zien is dat op een manier doet denken aan een krab dat over een terrein kruipt. De beelden die de kijkers hebben gefascineerd en verontrust, tonen een figuur die op een eigenaardige, verontrustende manier beweegt. Dat heeft geleid tot speculatie over de oorsprong en aard ervan. De beelden tonen rustige, residentiële buurt waar de nachtzichtmodus van de camera een duidelijk beeld van de scène biedt. In de vroege ochtenduren registreert de CCTV-camera de verschijning van een ongewoon wezen. De figuur is humanoïde van vorm, maar vertoont bewegingen en kenmerken die conventioneel begrip te boven gaan. Het meest opvallende kenmerk van het wezen is de manier waarop het zich voortbeweegt. In tegenstelling tot enig bekend dier beweegt het op alle vier poten met een krabachtige gang. Zijn ledematen buigen op manieren die onnatuurlijk lijken voor een typische tweevoeter. Terwijl het wezen kruipt, veroorzaakt het aanzienlijke onrust onder de lokale honden. De honden, zichtbaar opgewonden en hevig blaffend, reageren met angst en verwarring op de aanwezigheid van het wezen. Hun gedrag suggereert dat de aanwezigheid van het wezen zowel onverwacht als diep verontrustend voor hen is. De beschrijving van het wezen heeft sommige mensen doen denken aan de legendarische cryptide die bekend staat als La Mona, een figuur die in verschillende folkloren en cryptideverslagen voortkomt. La Mona wordt vaak afgebeeld als een mysterieus wezen met humanoïde trekjes, maar met kenmerken en gedragingen die hem onderscheiden van bekende wezens. Deze connectie heeft gespeculeerd dat de beelden misschien een echte ontmoeting met deze ongrijpbare entiteit vastleggen. Welke is de engste?